Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En in deze aflevering gaan we weer het park afwerken en ga ik ook de benodigde rotklusjes doen die benodigd waren om dat park een beetje compleet te maken. Zoals ondersteuningetjes van achtbanen. We gaan even kijken naar wat natuurlandschapjes en wat boompjes en bloemetjes en bosjes planten op de dingen waar het kaal is, paden afwerken, noem maar op. En in deze aflevering gaan we dat dus niet allemaal doen, maar in ieder geval wel een hoop. En we hebben ook heel veel mensen meegenomen in deze aflevering. Die zitten hier allemaal in het kanaal. En hallo jongens. Ja. Ik wil eigenlijk nu het krekelgeluid in gaan starten. Oh, dat is prima. Dat is goed. Ja. Ja, schats. Hallo mensen. Hallo. Hey, hi. Ik ben niet wie je denkt dat ik ben. Oh, jij bent iemand anders. Ja, ik... alleen vandaag hoor. Het is weekend. Okay. Ja, lekker hè. Ja, dit wordt opgenomen het weekend. Dan denken mensen, kijken gelijk op de klok van, maar het is woensdag of zo. Weet ik veel wanneer die komt, maar... Ja, dit is allemaal van tevoren. En zoals je ziet, kijk eens deze ondersteuning. Kijk, hij rust op dat dak, dus dan hoef ik daar een ondersteuning te planten. En ik was hiermee verder, dus ik ga hier mee verder. Leroy, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Teruggevoetbald. Oh, en heb je gewonnen? Oh, kut, daar had ik eigenlijk niet even moeten beginnen. Nee, niet gewonnen. Dat een verslavend onderwerp voor jou? Nou ja, dat was een beetje een slechte wedstrijd. Ja, een pijnlijk onderwerp voor vandaag. Het was een slechte wedstrijd. Ja, Zarabas. Zarabas. Ja, ik kan er niks beters van maken. Dit rond hier. Ja, de bal is rond en het gras is groen. Verdomme. Gaan we nergens over, hè? Oh, nooit normaal, als de wedstrijd beginnen. Kom op jongens, de bal is rond, het gras is groen en we moeten scoren. Dus ik denk zo van ja, logica. Zijn ze dat? Ja? Thank you, Captain Obvious. Wel, echt. We hebben wel eens een keertje gehad, het was echt fantastisch. Dan voor de wedstrijd wens je elkaar een prettige wedstrijd. En we moesten tegen zo'n team en ik weet niet of ze dronken waren of ze niet goed bij de hoofd waren of zo. Maar die zaten... smakelijk eten alvast, weltrusten alvast, ja echt wat? Van die dingen, in plaats van bij zo'n prettige wedstrijd doen zo, ja weltrusten, eet smakelijk, groetjes aan je moeder. Ja echt, dat is raar, dat is vreemd. True story, ja echt. Een true. Die true. Dus dat. Oh, die true. God. Dus ja, dat was mijn verhaal. Ik heb al sinds woensdag weekend eigenlijk. Oh, lekker. Ja. Vrij van school. Ja. Ja, dat is meestal hè, als je weekend ja. Hebt. Ja. Dat is gewoon lijk weer doen. Kan ik nooit doen. Gio is er ook zo te horen. Hè? Jullie hebben natuurlijk het allemaal gespot al. Jullie kennen het altijd. Maar Leroy, we hadden gehoopt eigenlijk van Leroy die af en toe als ik de ondersteuning doe, dan is het meestal een saaie aflevering. En dan wanneer er dan crew is, dan heb ik zoiets van, hey, daar ga ik van profiteren. En dan komt Leroy natuurlijk met die van die prachtige weetjes. Maar, nee, hij had er geen zin in. Nee. Dus jammer jongens. Ja, helaas. De weetjes zijn op. Misschien heeft hij één weetje. Ik heb nog wel een weetje, ja. Oh kijk, ik wist ja, het al. Het weetje voor vandaag is dat er geen weetjes zijn. Oh, nou dat is, dat is een mooi weetje om te weten. Ja. Ja, dan wordt iedereen ook alweer, bedankt voor het laten weten. Ja. Stond door een weetje. Weeën? WWW. Weet ik het? Een weetgever. God. Ik dacht dat Roby met de caviar geluiden in de buurt kwam, maar Leroy die gaat... Shot! Leroy die kan er ook wel van. Wie zijn nog meer in het kanaal? Hebben we nog Pieter? Pieter is gevlucht. Ja, die dacht opname, Jules jongens. Jules wel, ja, Jules, we zien je. Jules we hebben een Gilles. Een Gilles. Hallo. Allee, ik zal toch maar iets zeggen. Hallo. Nee, hey, hallo, dat voegen we niet. We voegen Gilles. Ja, maar... Gilles. Gilles. Grappetje. Nou, Gilles. Nee. Gilles dan. Nee. Jawel. Ja, jawel. 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 Nou, niet zo gillen, hè, nu. Nee. Verdorie. Pot Jan. Kom voor berust. Pot Jan Dori. Ik heb last van mijn Achillespees, jongens. Hey, jongens, meisjes, zo gaat het elke dag. Ja. Oh, ik zie trouwens hier een ondersteuning. Die gaat dwars door de baan heen. Dus die moet ik onmiddellijk verwijderen. Je kan hem ook laten staan. Levert wel lachwekkende situaties op, denk ik. Ja, maar niet zo realistisch, hè.
Ja. Nou ja. Hey, joh. Als die in de wachtrij staat en je staat ervoor, dan sta je redelijk verpand. Trailer van Tycoon World vloog er ook in één keer wel voorbij. Godverdorie. Kan toch niet, jongens. Nee, het spijt me. Het spijt me, vergeef me. Anders ja, mocht de burgemeester van Losser dit kijken? De groetjes. Oh ja, de burgemeester van Losser, ja. De gluten. Van de Kip Kerry, hè? Oh, lieve schat. Dit is nog niet te geloven. Lieve burgemeester. Vlieg echt van onderwerp naar onderwerp. Mooi is dat, hè? Mensen hebben dit gezien en ja... Ik weet niet, de professionele hulp vergoed ik niet. Kan je declareren bij Vincent? Oh, alweer? Ja, alweer. Alles wordt gedeclareerd. Alles declareren. Godverdorie. Kan nooit normaal. Ja, die ga ik weghalen. Ik dacht, ik doe een ondersteuning voor de looping, maar dat gaat niet worden. Ja, is niet nodig nee. ook, hè? Nee, dus... Volgens mij wordt dat niet ondersteund. Nee, dat zeker niet. Welke Windows ondersteunt die eigenlijk? De rollercoaster. Ik weet niet. 96. 98. 96. 96. Wacht hier helemaal nergens om. Kan ook nooit normaal. Nou ja. Mensen denken nu, die komen midden in die video. Want die hebben het begin geskipt. Ja, zou ik ook doen. Waar gaat het over? Dan is je facecam een groot aan het begin. Dus oh ja. Soms. Jammer dit. Mensen weten dat. Dus ja, die skippen gelijk. Huppakee. Nou jongens, dit was de laatste keer. Nee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet gelijk. Die like doen we het voor, hè. Oh, een like. Ja... Ja, dat ben je wel een like als je dit hebt gezien. Hij like al of dit. Lijkt nergens meer op. God. Niet te filmen. Nou, helemaal gelijk. Ja. Even kijken hoor, dan moeten we alleen nog deze ondersteuning. Ik moet twee ondersteuningen gebruiken, omdat de ene baan zit hoger dan de andere. Maak een spiraal omhoog. Maar dan kan je natuurlijk, ja, dan is de ondersteuning heel anders. Want dan... anders gaat hij door de baan heen als je dus de ondersteuning van boven doet. Dus je moet een paal nemen die wat schuiner staat, zodat hij de bovenste rail raakt. Misschien handig om te weten. Kijk, op die manier doen we dat ondersteunen. Ja. Ja, we hebben het allemaal gezien, jongens. Ja. Ja, hè? Ja, jullie snappen het ook. Jullie gaan ook nooit de video terugkijken, maar in ieder geval... Ik weet precies waar Vincent het over heeft. Ja. Ik zit al een kwartier tegen mijn teamspeak aan te koekeloeren. Ja. Ik denk, er gebeurt niks. Ik loop over bomen in Disneycraft en niks. Dan... Nee, helemaal niks. Nee. Ja, dit is veel leuker dit. Af en toe, hè. Niet alleen maar rollercoaster, maar Minecraft, die biedt toch wel iets meer nog. Iets meer doen. Dat is wel leuk. Ja, maar er kunnen geen bezoekers in het park die ook echt kunnen spelen, zeg maar. Nee, dat vind is ik zo jammer. Ik hoop dat wel gaat gebeuren bij Rollercoaster World. Ik heb dat idee een keer ingezonden, heb ik Gio een keer omhoog gevraagd. Om dat heel netjes te vertalen voor mij en op een forum. Ja, er was een hoop positiviteit op gekomen. En als zo'n maker dat ziet en die zou daarover kunnen overwegen van we gaan dat erin doen. Kijk, ze zullen nooit je naam noemen van nou, Da Vinci Stel was diegene die dit idee heeft bedacht. Weet je, dat is natuurlijk onzin. Er zullen wel meer mensen zijn. Hè? Ja, absoluut. Maar ja, dat je een beetje hetzelfde idee kan doen als Disneycraft, weet je. Dat je ook daar mensen via, Rollercoaster Online zou dat dan moeten heten. Leuk joh. Ja, anders vraag ik me of Robin het maakt. Ik kan dat wel. Plugins, ja. Kijk of hij een mod maakt voor RCT3. Ja. Multiplayer. Dat zou leuk zijn, joh. Nou ja, het wordt online al. Dus daarom, ja, het lijkt me echt fantastisch als je inderdaad gewoon een park kan joinen. Kom eens vieren, toch? Ja, vier joinen. Man. Ja, klopt. Ja, als ze dat gaan uitbreiden. En... Zo, dat zou wel een leuk uitpakken, hoor. Ja. En vooral omdat... First-person mode. Ik denk ook vooral omdat bijna heel de crew dat spel gaat halen. Is het ook natuurlijk fantastisch als je dan met z'n allen dadelijk een park hebt. En misschien wel Disneycraft een gedeelte kan nabouwen. Dat zou natuurlijk altijd, hè? Ja. Eigen, hoe heet dat? Zo'n eigen, hoe heet dat? Interpretatie? Custom, ja. Zo'n Rot custom map. Ja. Hoe heet dat? Gewoon custom map, toch? Denk custom, ik? Ja, custom items. Ja. Dat je dat zelf kan doen. Nou, dat, ja. Nou, voor de mensen die misschien is opgevallen, ik kijk iets meer naar die kant op. Dat komt omdat ik mijn scherm voor het eerst fullscreen heb, omdat Giovanni dat aanraadde. Ik neem altijd mijn video's op als het niet in fullscreen mode staat. En hij zei dat het dan beter kan functioneren, het spel af en toe. Bij mij wel. Ja, bij mij, het loopt nou wel, ja, het,
Kijk, het is vooral als je uitzoomt, hè. Het is opgebouwd. Ja, het loopt best soepel. Het ligt ook aan wat voor PC je hebt natuurlijk. Uiteraard. Ja, maar het ligt er ook aan hoeveel er in je park zat. Ik had eens een keer een heel rollercoasterpark echt vol gebouwd. Echt zo'n sandbox mode. Echt vol gebouwd met van alles en nog wat. Ja, het duurde gewoon een half uur om dat spel op te starten. Schitterend. Ja, het is heel lang overal. Klopt. Nee, dat zeker. Dat zeker, Marie. Dat zeker. Nee, maar dan weer gelijk, want ik had vroeger met die oude PC had ik een Da Vinci Park. Voor mij heet het Da Vinci Land of zo. En dat duurde bijna 10 tot 20 minuten met opstarten van het level. Ja, echt, hè? Dat was ongelooflijk. Je kon gewoon een kop tegenzetten en leegzuipen. Ja. In de tussentijd, want jongen. Hier is gewoon een heel krat bier. Niet zo, hè? Ik geloof wel dat goed dit, idee. Dit duurde 2 à 3 minuten met opstarten van mijn map, denk ik. Dat valt nog best mee, ja. Het staat helemaal vol, dus... Ik kon echt koffie zetten, maar dan kon ik ook nog naar de supermarkt om de koffiebonen te halen. Dan kon ik nog daar de glazen boer Hoe heet dat? Waar je koffiekopjes kan kopen. Is er een speciale winkel voor? Is dat zo? Niet. Ik weet niet. Nou, op koffiekop 1, 2, 3 kon ik bestellen. En dan werd het ook nog geleverd, diezelfde dag. Ook nog weer. In die tijd kon ik koffie zetten, opdrinken en toen pas was mijn rollercoaster opgestart. Wauw, dus je kon hem gewoon s'nachts gewoon, of s'avonds opstarten, kon je hem s'ochtends spelen. Ja, als ik hem zeg maar op 1 januari zou opstarten, dan zou hij op 6 januari het doen, weet je, zoiets. Dames en heren, we zijn niet dronken terwijl we dit opnemen. Weet jij dat? Ja. Nou ja, het is, ik weet niet, gokje. Ik gok het. Okay. Jij bent toch een Radler-fan? Ik ben best wel Radler-fan, ja. Heb je die nieuwe met appel al geprobeerd? Echt waar? Is er een nieuwe? Ja, die heb ik hier aan de gisteravond. Meen je dit? Nee, ja. Joh, echt? Oh, dat klinkt... Van een merk wat met de B begint en op Avaria eindigt. Heb ik toch niet heel de naam genoten. Oké, nee, dat is zo. Dus. Echt waar, want ik weet dat citroensmaak er alleen is. En die is nee. Je hebt citroen, je hebt grapefruit, had je ook. Nee. Ja, je hebt grapefruit. Veel meer smaken. En nu is ook appel. Ja, maar jij had hem telkens... Je hebt hem niet van Bavaria, toch? Nee, van Amstel. Ja, Amstel. Amstel. Nou, we waren niet dronken, hè, zei je. Nee, jammer dit. Dus ja, dat. Dat en meer. Dat en meer. De volgende keer. Ja. Ja, joh, appel. Maar appel lijkt me dan wel heel erg lekker. Ja, hij was ook al lekker. Toch wel? Ja, toch wel. Was lekker? Echt? Was wel lekker? Doet Aiko Bacon altijd, hè, die geluiden? Ja, die... Een tijdje terug, toen ging die iemand een rondleiding geven door het park. En ik zat twee in het kanaal. Ja? En toen ging die op zo'n buurman en buurman stemmetje. Ja, echt. Ik heb plat gelegen van lachen. Echt waar? Is die er? Nee, ja, jammer. Jammer dit, ja. Dat is dan zo'n moment. Het is allemaal live. Maar als je het kijkt, ja. Niet. Maar als je moet wachten totdat het er is, dan ben je om 5:30 nog niet meer klaar met de opname. Dus dat doen we maar niet. Ja, of als je rollercoaster tycoon aan het opstarten bent. Heb je tijd zo. Ja, dat is wel de tijd van de wereld. Ja. Komen weer in Breintje set. Komen weer langs. Even kijken hoor, we pakken een halfje. Dit is een kwartje. Dat is dan net niet een halfje, dat is een... Kwart. Ja, een kwart. Maar... Dat is de helft van de helft. Ja, ja, dat is... Volgens mij is dat dan weet een we kwart. Nog half moet hebben. Een halve? Dus ja. Het zijn 2 kwarten? Ja, die moet ik hebben. Oké. Over kwartel. Over kwartel. Wat zeg je? Ja. Altijd gezeik. Man. Hier word Kansloos ik niet vrolijk dit. Van. Rob Neus. Geus. Ken je die niet? Chantal. Rob Geus van de Smaakpolitie. Ja. Wat doet hij dan? Niet? Nou ja, de Smaakpolitie. Als zeg maar... Als er een pan spruitjes met 130 over de snelweg rijdt, ja. Dan komt de Smaakpolitie erachteraan. Wat verdomme. Zoiets. Smaakmisbruikers. Had ik je al verteld dat mijn vader vroeger altijd zei dat er een rol beschuit op mijn fiets door de straat reed? En dat ik dan ook echt ging kijken. Ja, echt waar, hè? Wat is dat?
Een Robbes, heb je dat ooit nee. voorgesteld? Een Robbes schuit op een fiets? Nee. Drink, ben jij de enige die drinkt in huis? Ik kan echt niet. Ik geloof dat die appel wel bevallen is. Ja. Die smaak. Ja, nou ja, ik was mijn rollercoaster op te opstarten, dus ja. Heel krachtje. Schotter. Komt hij daarna nog met het argument dat hij dacht dat Ranja was? Appelsap. Appelsiroop. Ja, je kan het in kratjes kopen volgens mij. Echt waar? Ja, ik heb het in een kratje gezien. Van Amstel dan wel. Wat schattig. Ja, dat is echt voor mensen. Je hebt van die mensen en die... Die hebben zo'n levensmotto, alcoholist tot in de kist. Weet je wel? Ken je dat? Echt waar? Nee, ja, nee, nog nooit van gehoord. Alcoholist tot in de kist? Ja. Het rijmt ook gewoon. Ja. Je kan ook optimist tot in de kist. Och. Pessimist. Ja, dat is toch gewoon... Leuk, joh. Ja. Nou, ik denk dat als je alcoholist tot in de kist bent, dat je niet tussen 6 planken ligt, maar tussen 6 bierkratten. Of gewoon in een fust. 2 fusten. Oké. Okay. Kan ook. Dat kan ook, ja. Of gewoon op de barkruk neergelegd. Nou, ondertussen ben ik wat boompjes aan het neerplanten. Het is gewoon een beetje aan het verspreiden, want we willen dit plekje natuurlijk helemaal gaan opfleuren. Dus ik denk, ik gooi daar een paar van die bosjes neer en van die struikjes met bloemetjes dadelijk. En dan is deze achtbaan weer helemaal klaar en helemaal geondersteund. Ziet er ook fantastisch uit. Ik wil dit hele gebied ook weer wat meer natuur geven. Ook dit hoekje moeten we maar af gaan ronden. En dan komen we weer bij dit gedeelte aan, wat ik ook nog steeds moet afbouwen, dat Chinese gedeelte. Kunnen we trouwens ook nog wel een boompje neerzetten, want dit is precies de bomen die ik gebruikt heb voor het Japanse thema. Dus als we dat hier ook een beetje planten, dan komt dat allemaal best wel in orde. Kijk, hier doen we ook nog een plantje. Oh, hier zit een boom in de boom. Nou, dat doen we niet. Misschien kunnen we hier nog wat planten zo. Wel dubbel veel zuurstof. Ja, dat wel. Dat wel. Dat wel natuurlijk. Klantenserver. Die was gisteren trouwens. Ja, ik hoorde het. Kenzo was wel op Teamspeak. Kenzo kwam even lang. Ja, als je dit hoort, Kenzo, ja. Oh, dan jou. Ja, ja. En blijf maar weer weg. Nee, meteen weer. Als je deze video kijkt, dat zal wel niet. Nee, natuurlijk niet. Hij had wel op de site gekeken. Kenzo, nou, kent iedereen wel, denk ik. Kenzo, iedereen die deze video kijkt, Kenzo. Ja, die kent Kenzo. Als je het niet kent, laat weten in de comments. Ja. Als je hem nu niet kent, dan ken je hem zo wel. Ja. Ja, dan bij deze. Want jij kent zo! Hey. Gelijk zo. Ja. Je hebt bij mij thuis de hele tijd te lopen zingen. Kap er alsjeblieft mee nou. Ja, zat hij altijd te zingen bij. Ik zat het was vreselijk. Dat was iets van en had je alles gehad. Van leren meis tot appeltand. Het gaat nergens over. Dus rollercoaster, daar waren we. Ja, daar waren we. Ja. Hij is nog steeds niet opgestaan. Nou ja, ik ben nog steeds bezig. Nee. Ik heb een paar van die vrolijke bomen, maar door die bomen zie je haast de achtbaan niet meer. En ik denk dat dat wel heel spannend maakt voor zowel in de achtbaan als buiten de achtbaan. We hebben natuurlijk, we laten al hoop zien van de achtbaan, omdat er een heel pad langs heen gaat. En nu dus wordt dat een beetje bedekt met de boompjes. Vinden ze heerlijk. Ja, vinden ze heerlijk. En als je hier dan kijkt, is het heel erg kaal, dus we gaan hier wat meer planten doen. Gaan we meer planten? Ja, beplanting. Plantception. Meneer Plant. Wat is er aan de plant? Plantenservice! Nou, die moeten we van de plant voelen. Oh, dat hadden we niet zo geplant. Maak jezelf een plant. Ja. Ik was toch iets heel anders van planten? Ja, wel. Dus. Nou, niveau... Dat gaat nog steeds niet hoger. Ik hoop dat het wel gaat met deze achtbaan. Ongeveer. Oh, goed bruggetje. Goed bruggetje. Die van de hele straat is gedaald. Jongens, dit was een goeie. Dit was een hele goeie. Ja, ja. Ik ga helemaal verpest nu. Dat is dit. Kan ook binnen. Ik zeg gewoon niks meer. Nee, hè? Nee, het is helemaal gedaan. Ja, oké. Nou, abonneer maar. Ja. Like de video, dan komt het wel weer goed. Abonneren en reageren. Dat lijkt me een goed plan. Nou.
Lijkt me goed plan. Even niet doe. Lijkt me goed plan. Blijft ook gewoon doorgaan, hè? Ja, het stopt niet. Het houdt niet op. Er zit geen grens bij ons. Nou ja, op mijn rollercoaster wel hoor, want die is nog steeds niet opgestart. Heb je hem echt opgestart? Of, nee. Jammer. Je hebt hem nog wel geïnstalleerd. Ik heb hem nog wel. Dat is natuurlijk echt de volle rollercoaster de video waar we alle mensen aansmeren om dit spel te spelen. Want het is gewoon verschrikkelijk leuk. Ja, en we krijgen er geen geld voor, hè? Dus... Nee. Nou ja, ik niet. Ik... Nee, ik krijg helemaal niks. Niks. Nou mensen, ik ga de video eindigen voor deze keer. Want kijk eens even, we hebben hier heel veel gepland vandaag. En, we ik hoop veel meer op de planting vinden. Staan. Ja, er staat een hele hoop op de planting. Als je je video nou maar goed plant. Ik hoop het. Dat komt goed. Nou, bedankt iedereen voor het meedoen. En we gaan volgende keer zien we terug in de nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Hoddoog! Yay! Tot ziens! Doei! Plant. Plant.